Yo, what is up en welkom bij weer een nieuwe IGN Masterclass. We zitten hier met Theo. Ja, hij is mogelijk een vertegenwoordiger op de Hearthstone Global Games van Nederland. Vergeet niet op hem te stemmen op de Blizzard website en dan zien we hem binnenkort misschien ons wel vertegenwoordigen. En dan gaan we het nu eerst hebben over Control Shaman. Ja Theo, Control Shaman, het deck waar jij rank 15 van Europa mee bent geworden op de ladder. En dan bedoel ik niet rank 15 van dat je nog 14 moest tot Legend. Nee, gewoon letterlijk 15e van Europa. Dus er waren maar 14 mensen die nog hoger waren dan jou. Ten eerste gefeliciteerd met je hoge rank. Dat is hartstikke mooi. Ook nog aan het eind van het seizoen. Ja, het is niet... Theo is nog hoger geweest, maar op het laatste minuutje, toen de klok rond was, stond jij op 15. Nou, ja. Dat is een hele mooie prestatie. Ja, mooi moment om even te kijken naar dit deck, wat het precies kan en doet. Mm-hmm. En jij hebt twee verschillende soorten Control Shaman decks meegenomen. Ja, heeft eigenlijk twee verschillende types. Eentje is meer gefocust op Jades en andere meer op Death Rattles. Ja. Die we hier zien. Ja, laten we even gaan kijken naar de volledige twee decks dan. Mm-hmm. Zoals je ziet, welke hebben we nou voor? Nou hebben we de Jade voor ons, toch? Nee, ja, het zijn wel Jades, maar dus met de Death Rattles ook meer. Oké, dus het is een combinatie ook. Ja, eigenlijk een beetje een combinatie van de Jade support eigenlijk een beetje de Death Rattles erbij. Omdat het gewoon zo'n Jade Lightning, Jade Claw, zeg maar, te sterk om eigenlijk niet te runnen. Oké, dus die wil je er sowieso in hebben, maar dit is ook wel de combinatie dan met Death Rattle. Oké, ja, ga even door de kaarten heen die erg belangrijk zijn in dit deck. Ja, wat toch wel Control Shaman maakt, die Elemental Destruction. Ja. Eigenlijk gewoon 3 mana een Flamestrike. Ik bedoel, je hebt wel Overload, klein detail, maar is gewoon zo sterk early. 5 Overload zelfs. Ja, dat is ook een reden dat je Lava Shock runt, gewoon om die weg te halen vaak. Dat is waar. Maar dit is gewoon echt early games, tot turn 4 maakt het gewoon bijna alles kapot. En is gewoon enorm goed tegen Aggro Shaman, Pirate Warrior, Miracle Rogue. Omdat die, behalve dan de frame, behalve van soms één kaart, niks boven de 4 health hebben. Dus ja, ik maak hier gewoon gelijk alles mee dood. Ja. Zonder dat de tegenstander daar iets tegen kan doen. Ja, het belangrijke lijkt me wel is dat je goed timed wanneer je het gebruikt. Niet te vroeg dat je maar een paar kaarten kapot maakt die niet essentieel zijn voor hem. Precies. En je moet ook natuurlijk weten van, ja, als je dat vroeg gebruikt, kan je soms geen eens Lava Shock gebruiken omdat je de mana niet voor hebt. Ja. Dus moet je denken van aan de volgende beurt, dan je doet niks. Ja. Dus wat kan de tegenstander dan doen? En is dat heel erg als hij dat doet? Ja. Maar ja, dit is gewoon zo'n sterke kaart. Dit is waarom je een beetje Control Shaman eigenlijk speelt. En voor de rest is het, je sport een beetje, je hebt heel veel AoE, dus nog Lightning Storm Portal. Ja. Je hebt wapens om early te clearen. Dit is veel healing met Healing Wave, Gin Juice. En dan heb je nog de late game met Legendaries met allemaal Death Battles. Ja, en dan uiteindelijk Nuzzoth. Ja, om ze mooi allemaal terug te brengen. En dan, dit zijn toch wel 3 van de sterkste Death Rattles die er zijn in de game. Ja, nou zeker. Wat is dan veel anders in dat Jade deck? Zijn dat gewoon alle Death Rattles eruit en dan die Jade kaarten erin? Of ben ik dan te kort door de bocht? Dit is dus het deck wat ik speelde. Ja. Nou, hier heb je wat bijvoorbeeld geen Spirit Claws, je hebt geen Azure Drake Cell, maar wat minder spelpower. En geen Death Rattles. Maar in plaats daarvan heb je een Healing Wave extra en je hebt nog wat extra Jade kaarten, Jade Chieftain, Jade Spirit. Oké, dit is het deck waar jij rank 15 mee bent geworden. Ja. Oké, nou. En als je dan dit deck speelt op de ladder, waar zoek je dan naar in de Mulligan? Ja, het hangt natuurlijk heel erg van de tegenstander af. Maar eigenlijk altijd zoek je naar de Jade Claws. En afhankelijk van de tegenstander, je moet een beetje weten waar je tegenkomt. Als je tegen wat control deck zit, ben je vaak op zoek naar bijvoorbeeld een Hex en de Jade kaart. Jade Spirit ben ik altijd wel vaak naar op zoek. En Jade Claws. Zit je tegen een Aggro deck, kan je bijvoorbeeld ook een Healing Wave vaak houden. Want je denkt, ja, het doet niks aan jullie, maar zo'n heal bijna altijd voor 14. Ja. Omdat je zoveel late game hebt. Ja. En ja, dat is toch enorm belangrijk, want vaak, bijvoorbeeld zo'n Aggro deck, die gaat helemaal all-in. Graag ze damage en dan heal jij. Dan moet je dus helemaal weer die damage opnieuw gaan doen met maar een paar kaarten. En verder, bijvoorbeeld zo'n Devolve tegen een Aggro deck. Dus zit je bijvoorbeeld tegen Shaman, hebben ze een Trog, een Small Time Buccaneer, een Totems. De volk, het zijn allemaal 1-1'tjes. Ja, dat is wel. Ja, ik heb wel een grappige play op Reddit gezien dat alles echt ook echt 1-1 damage kaarten werden. Het beste is deze zelfs nog tegen bijvoorbeeld een Rogue. Omdat die namelijk Questing Adventure spelen en Van Cleef. Ja. Nou ja, dan hebben we misschien een 20-20 Van Cleef. Je doet een Devolve en het is een 2-2. Ja, dat is pijnlijk als je dat tegenkomt. Ja. Heb je zo je best gedaan voor die Van Cleef en dan met 1 kaartje is weg. Ja, zeker leuk als bijvoorbeeld enorme plegen met Questing. 10 kaarten spelen, dan Van Cleef, Conceal. Ja. En dan doe je zo'n Devolve en een hele gameplan is weg. Ja, nou, dan, dat is toch wel een sterke kaart tegen bepaalde decks.
Maar dus, je wisselt niet echt nog kaart hier tussenuit. Je wisselt meer tussen deze twee decks aan de hand van wat je tegenkomt. Ik speel vooral deze deck. Omdat deze toch iets sterker is. Ja. Vooral als je heel veel aggro tegenkomt. Dit deck is dus echt... Je hebt gewoon 80% winrate gehad tegen aggro Shaman, Pirate Warrior en Miracle Rogue. Ja, dus alleen als je echt pech hebt tegen die decks, dan verlies je. Inderdaad. Maar dus als je er gewoon die decks wel tegenkomt, speel dit deck. Want dit crusht het gewoon echt. Het is echt gewoon zo eenzijdig. Dus speel het Jade deck op de ladder. En dan kun je ook rank 15 worden. Let goed op wat je wil krijgen dan in de Mulligan. Want dat is ook erg belangrijk. En als je welke decks je nou niet tegen wil komen, is het natuurlijk de Reno decks. Ja, dat zijn de Reno decks. Ja, als je bijvoorbeeld veel Reno lock tegenkomt. Of Reno mate ben ik ook niet zo'n fan van om het tegen te spelen. Ja. En dan wil je het deck toch niet per se spelen. Of Jade Druid is ook heel slecht tegen. Omdat die decks, die verslaan jouw late game. Ja. Terwijl het deck niet echt proactief kan zijn meestal. Je hebt die Jades wel. Maar bijvoorbeeld dat soort decks zoals Reno Warlock, die kunnen we gewoon makkelijk alles clearen. Ja. En dan hebben we ook nog een Druxus op het eind. En je hebt geen burst of zo om daar iets tegen te doen. Ja, dus vermijd de decks die late game sterk zijn. Goed tegen decks die aggro gaan aan het begin. Maar die aggro decks die zijn erg populair nu. Dus zeker. Vandaar dat dit op dit moment een leuk deck is. Laten we in ieder geval een potje gaan spelen. En dan kunnen we zien hoe dit deck in actie eruit ziet. Ja, dat is dus jammer. We zien een Reno Warlock. Wat ik net nog zei van... Daar wil je niet tegenkomen. Nee, je zei het net al even. De Reno Warlock kan een hele moeilijke matchup zijn voor jou. Mm-hmm. Of hij moet opeens miraculeus een Zoolock spelen. Ja, dat denk ik niet. Waar we niet van uitgaan. Dus hier ga ik dus Manatai tegenhouden. Omdat gewoon een Reno Warlock kan early game niet zoveel hier tegen doen. Ze hebben alleen een Shadow Bolt. Dus daar ga ik vaak mee draw. En ik hou Jade Spirit. Want ik wil toch wat proactiever zijn in deze matchup. Omdat je gewoon hun late game Jiraxxus niet verslaat. Dus ik wil graag early de Jade hebben. Ja. Dat je die stackt en dan hoop daarmee te winnen. Beetje ook hopen dat hij zijn Reno niet trekt voordat jij hem kan killen. Dat helpt ook wel vaak, ja. Kijk, de eerste beurt kunnen we nog niet veel doen. Hij zal waarschijnlijk ook niet veel doen. Nee, geen 1 mana kaart in de deck. Maar het mooie is trouwens wel, als je dit deck speelt, ze verwachten altijd dat Aggro Shaman is. Dus ze gaan hem al in early game kaarten. En bijvoorbeeld hun late game kaarten gebruiken ze niet. Ja, waar denk je nu aan? Wat ga je pakken? Ik kan de Jade Claws doen, maar ik wil graag Manatide volgende beurt spelen. Dus ik ga gewoon Totem. Ik ga op Totem, Manatide, Jade Spirit gaan. Dan heb ik een redelijk mooie curve. Ja, want je wil vooral op curve spelen nu ook, tegen Reno. Ja, ik wil gewoon mijn mana goed gebruiken nu. En Manatide, zoals ik zei, dat is goed. Omdat het gewoon... gaat hier waarschijnlijk 2 kaarten rollen. En dan gewoon Jade Spirit, ja. Ik heb nog niet al te veel Jade kaarten. Daar is er weer eentje. Maar je wilt gewoon veel snel Jade kaarten krijgen, zodat ze het niet helemaal kunnen bijhouden. Meteen een Shadow Bolt. Ja, dat is eigenlijk de enige kaart die daar goed tegen is. Ja. Dat is wel jammer, die had hij waarschijnlijk gehouden. Alhoewel ik dat denk ik niet persoonlijk zou houden, zo'n Shadow Bolt, omdat het niet zoveel goede targets zijn. Ja. Nou, misschien heeft hij nu al wel in de gaten dat je voor een Jade Shaman bent gegaan. Ja. Hij gaat voor de Twilight Drake, dat is toch wel een grote kaart waar je nu omheen moet spelen. Zeker, ja. Nu geeft het te denken van... Nou, daar willen we vanaf. Hoe doen we dat? Kunnen we Devolve gaan of we kunnen Hex? Van Hex doet natuurlijk tegen alles wat. Terwijl ze Devolve... hangt heel erg vanaf waar tegen je zit. Bijvoorbeeld zo'n Hex. Is veel beter tegen Mountain Giant. Ja. Dus dan ga ik denk Devolve gebruiken. Omdat gewoon... ze niet al te veel kaarten hebben waar het heel goed tegen is. Ja. Ga ik Devolve. Nou. En hopen dat het niet al te sterk is. Come on, RNGesus. En die gaan we maar even doodmaken. Helaas, het bord is wel een beetje zwak tegen Demon Wrath en Hellfire. Maar niet veel dat we daartegen kunnen doen. En dit is dus waarom je zo'n Devolve speelt. Gewoon dit soort minions die heel veel stats hebben. Ja. Maar dus voor de mana kost, als je dus 1 mana lager is. Dan je wil er ook liever geen Hex tegen gebruiken, want daar is de Mountain Giant. Kijk eens aan, die is al een hele sterke start. Maar zoals ik zei... dat is waarom die Hex bewaarde. Ja. Voor iets als dit. Nu alleen wel het probleem. Kijken, hij heeft een coin. Die heeft hij nog niet gebruikt, toch? Nee, hij heeft nog niet gecoind volgens mij. Dus dan kan nu coin een best wel forcer doen, wat heel sterk is hier, ja. Maar daar kan ik niet echt omheen spelen van. Ja, helaas. Ja, en dan doet hij 3 damage. En is mijn hele bord weg. Een beetje teleurstellend. Maar... ja, nu hebben we 7 mana. Hier kan ik niet vanaf komen. Dus denk ik gewoon... Jade Chief nu mooi op curve. Voor 7 mana. En dan kunnen we die volgende weer doden met Lava Shock en het wapen.
Ja, zeker omdat hij nu in jouw tand gaat treden waarschijnlijk. Ja. Alleen het probleem is nu, ik heb nu al die Brand, dus ik ben op zoek naar nog een Jade kaart. Ja. Lekker funnel cakey. Oké, okay, nou hij is heel zwak tegen EOI. Dus het rolt er gelijk eentje. Dus ga denk ik face hier en dan speel ik die. En dan is het 50-50 of die meiden is dood. 50-50 of die van hem dood gaat. En dan zullen we wel zien wat eindigt, maar dit wil ik gewoon EOI'en. En niet totem eerst. Oh. Twee keer low roll, maar dat is dus prima. Die van mij gaat het niet dood. Ik ga gelijk van overload afkomen. En een mana uitspelen. Zag ik wel een mooie turn. Ja, ziet er goed uit, Theo. Nou ja, we hebben geen Jade kaart meer, dus we kunnen geen druk meer zetten op hem. Dus ik ben nog niet helemaal blij met mijn positie. Maar gewoon, het is net die Jade kaart was een 3-3. En dan heb ik nog heel veel Jade kaarten over. Ja. Dus die moet ik wel echt krijgen. Dus daarom is die mana tijd misschien mooi als hij het overleeft. Ja, maar dit was wat je van tevoren al een beetje verwachtte tegen Reno Lock, toch? Ja, ze hebben gewoon zoveel removal. En dan, dan moet ik echt die Jade kaarten drawen. Van al die kaarten, bijvoorbeeld die heals. Tegen Aggro is het goed, maar tegen Reno Lock doet het niet zoveel. Nee, hij kan gewoon veel harder healen waarschijnlijk straks als hij Reno in zijn hand heeft. Ja, precies. Dus als ik druk zet en dan heeft hij Reno, ja. Hier is Reno. Die had hij volgens mij in het begin al gehouden, want hij denkt Aggro, yes, ik heb Reno. Ja. Maar ik blijf wel mooi drawen hier. Ik kan dus voor Jade Lightning Lava Shock gaan. Want deze is eigenlijk alleen goed met overload. En ik zit niet echt met veel overload kaart. Want één overload is niet echt waard. Nee, precies. Dus ik zit na te denken of ik een totem wil maken. Want als ik dat doe, dan is het zwak tegen Mind Control Attack. Ja, die zal hij waarschijnlijk wel hebben. Ja, waarschijnlijk. Hij kan het inderdaad als techkaart hebben. Ik denk dat hij 5-1 gewoon wil bouwen hier. Want hij had geen Mortal Coil. Ik denk dat hij het hier had gebruikt anders. Dus ik ga denk ik geen totem maken. Het is goed voor Think from Below, maar ik heb genoeg mana op zich. Dus ja, ik krijg weer een kaartje erbij van de mana tijd. Ja, dat is het mooie. Gewoon, dat ik die kaart krijg, dan is het dus zo sterk om te hebben in deze matchup. Haalt natuurlijk turn 3 de enige kaart die het eigenlijk kan clearen. Oké. Okay. Nou ja, als die Kazakas heeft, dan is het wel heel slecht. Ja. Hij heeft zo'n beetje alle sterke anti-control kaarten gehad. Dat is Twilight Drake, Mountain Giant. Die Whistle Force was precies het goede moment. En heeft hij deze combo ook nog eens in zijn eerste helft. Ja. En dan dit is gewoon... Ja, hij weet dus dat ik nu een control speel. Dus ik kan hier gewoon voor die greedy kaart gaan die de board clear. En dan... Ja. Zit ik een beetje in de penari. Oh, je moet opeens 25 damage uit je hooghoed toveren. En kijk, nu draw ik al die heals. Wat gewoon waardeloos is in deze matchup. Dus nu ga ik denk ik die van mij healen. En dan moet ik toch... Ja. En dat is lastig, want hij kan nu gewoon... Volgende beurt kan hij gewoon AoE doen en is alles weg. Dus ik kan niet te veel op het bord gooien. Dus ja, nu ga ik wel gewoon toten, want ik speel toch te veel minions. Ik ga te denken of ik hier nou nog wil doden. Ik weet wel gaan. Want met AoE kan die hem dan killen. Ja, maar nu denk ik, anders kan die tweede een Hellfire doen bijvoorbeeld. Maar dan wil ik ook face, maar een beetje mana type beschermen. Als hij bijvoorbeeld die potion heeft met AoE... net zo goed feest gaan dat hij zijn eigen toch dood gaat. Nee. Ik ga ervan uit dat hij zo'n AoE potion heeft gekregen van de Kazakas, dus ga ik gewoon feest en dan verwacht ik dat hij het gebruikt en heb nog net 5 extra face damage. Ja. Maar deze game is gewoon problematisch. Ik heb gewoon 17 kaarten gedrawd en ik heb pas een 4-4. Ja. Nou ja, zie, daar is het dus. Dus ik heb gewoon 5 extra damage kunnen doen, omdat ik al verwachtte dat hij zoiets had. Ja. Je hebt niet echt iets om met die 8-8 deal ook. Nee, maar ik heb dus gewoon alle healing spells gekregen in de matchup waar dat gewoon waardeloos is. Ja. Dus dat is ook al, is het al een slechte matchup. Ik krijg ook nog de slechtste kaarten die ik kan krijgen in deze matchup. Ja, dan moet je wel heel gekke dingen doen, wil je dan nog kunnen winnen. Ja. Zeker als hij zoveel kaarten in de eerste helft krijgt. Hij krijgt ook gewoon de beste kaarten in deze matchup. Kazakas potions, ja. Dan zit ik hier mee. Deze kaarten gaan niet de game winnen. Oké, okay, hij speelt wel in AoE, dus ik kan bijvoorbeeld Elemental Destruction en Willstorm gaan doen hier. Ik kan ook Devolve, want dan wordt dit allemaal 2 drops. Dit wordt een 1-1 en dit wordt een 7 mana kaart. Maar ja, dan weet ik niet wat voor 7 mana kaart. Ja. Dus ik ga denk ik hier gewoon trade on board clear. Omdat, ja, dit is nog wel een goed moment voor Elemental Destruction. Straks de Jade kaart heb ik die niet meer gebruiken. Dus ik kan zelfs deze eerst doen, want mijn minion toch niet doodgaat.
en de Maelstrom. Mooie boardclear. Nou ja, ik kan dus gewoon geen gevolg geven omdat ik gewoon geen minions heb. En dan heeft hij straks, ook al heb ik minions, heeft hij nog Silent Soul, heeft nog Twisting Nether, Shadow Flame. En dat ziet er niet al te goed uit. Nee, en dan denk je eigenlijk van ja, ik concede het liever en begin nog een ronde of ga je hier nog alles aan doen om te kunnen winnen? Ja, ik denk toch, ja, proberen. Wie weet is Juraxxus zijn laatste kaart, dat kan ook nog. Ja. Meestal winnen ze dan nog door Juraxxus. Hij heeft op zich wel zijn meeste threats gebruikt. Ja. Nog één keer Zakus Potion. Maar dat is ook niet spectaculair, omdat hij bijvoorbeeld Resurrect had hij waarschijnlijk vorige beurt kunnen doen. Nee, niet al te spectaculair. Precies dezelfde heeft hij gemaakt. Ja, op zich had hij het beter kunnen wachten, denk ik. Maar ja, als ik nu bijvoorbeeld 8-8. Ja, ik kan nu Bran Jade Spirit gaan, maar dan doet hij waarschijnlijk Twisted Nether of Shadow Flame. Daar word ik ook niet zo blij van. Nee. Maar ja, niks doen. Daar ga ik niet mee winnen, dus ik denk dat ik toch niet moet doen dit. Ja. En als ik Jade kaart krijg, zijn ze ook weer is de volgende 7-7. Ja. Maar ja, ik verwacht hier gewoon een Shadow Flame eigenlijk. Maar het is gewoon, ja, als ik alleen deze los speel, dan hoef je het geen eens te gebruiken. Ik kan niet bewaren. Ja. En daar komt hij. Oh, Sylvanas. Gaat die Shadow Flame, maar dan krijgt hij maar een 1-1, dus dat is niet heel bijzonder. Maar ja, natuurlijk wel veel damage op het bord en ik zit met die heal spells die niks doen. Dus ja. En ik hoop dat hij die niet zo drawt, want dan krijgt hij nog een 8-8 erbij. En ik heb geen hex meer. De Wolf is wel goed er tegen, omdat het 4 mana kaart is. Maar ja, dit ziet er gewoon heel slecht uit. Want ik kan gewoon niks op het bord doen. Ik heb twee kaarten die op zichzelf helemaal niks doen met het om mij te helpen winnen. Ja. Dus ja, we zitten gewoon te wachten. We hebben nog twee Jade Lightning, of één Jade Lightning. Nog een Jade Claws. En Aya. Dus ik heb nog best wel Jade kaarten. Maar ja, die zitten allemaal in mijn laatste kaart. Ja. Dus ik heb gewoon geen druk kunnen zetten. Daar is de Lightning Storm, maar haalt ook niet veel uit op dit moment. Nee. Kan nog de Wolf hier. Dan wordt dit een 7 mana kaart. Ja. Hoeveel beter wordt dat nou? 10, 12. Vraag is, speelt die combo? Hij kan nog niet helemaal spelen, maar hij heeft dus 12 damage hier. Dus Leeroy plus Power for Warming zou genoeg zijn. Lastig, maar goed. Als ik dus die Wolf toe, wordt dit waarschijnlijk nog steeds een 1-1 of zo. Ja. En dit wordt hetzelfde. En dit wordt dan een 6-6 of iets dergelijks. Dus zoveel doet dat ook weer niet. Nou ja, hopen maar dat het niet heel slechts wordt. Een 9-5. Niet veel slechter. Dan zit ik na te denken, ik moet die storm gebruiken. En ja, denk ik toch van wel wat damage verwijderen. En dan misschien kan ik volgende beurt die nog clearen met een spel. Maar ja, ik zit nu met een healing kaart tegen zijn 8 kaarten. Ik ga niet de game winnen. Nee, nou Lord Juraxxus. Ja. Dus ja, en hij heeft nog steeds Siphon, hij heeft nog steeds Twisting Nether, dus ik kan gewoon, ook al krijg ik minions, het gaat niks meer doen. Nee. Maar het is gewoon een game van, ik troll gewoon heel slecht. Ik troll alle healing kaarten waar ik niks aan heb. Maar ik troll niet de kaarten waar ik mee ga winnen. Komt, ik kan nu wel nog dit doen, maar dan doet hij gewoon. Nee, dit is vooral de belangrijkste kaart om te hebben late game. Gewoon, dan zijn het gewoon twee Jade Columns, maar ja. Ik krijg het gewoon niet. En dan heeft hij alle tijd in de wereld om al zijn removal te drawen. En hij heeft ook nog de Raxus nu. Ik moet hopen dat het de laatste paar kaarten waren. Maar ik kan nu gewoon oneindig 6-6 spelen. En daar kan ik heel weinig tegen doen. Daar is de Leeroy met de Power Overwhelming. En dan nog de Hellfire. Nou ja. En zo, of Soulfire zelfs. Maar dit is gewoon zo'n game waar je gewoon heel slecht rolt. Ja, het is al een slechte matchup. Ja, het was al een slechte matchup, dat zie je zeker. Maar toch heb je nog wel het beste van proberen te maken. Ja. Nou, in ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze IGN Masterclass. Je ziet dat je ook wel een slechte matchups tegenkomt. Nogal kan dit deck zo hoog eindigen. Kijk vooral ook naar onze andere IGN Masterclasses. En dan zien we jullie de volgende keer.